actie. Het is wel mooi om even naar de zijkant te kijken en dan het aantal deelnemers te zien. En ik heb het afgelopen zaterdag gezien. Toen stond de teller nog op 23.000, 24.000. Inmiddels al op 226.915. Allemaal mensen die het belangrijk vinden om de cultuur een hart onder erin te steken natuurlijk. En mensen die niet alleen maar in de cultuur werken, maar ook mensen uit de entertainmentindustrie. En ook het onderwijs. Laten we dat niet vergeten. Walter Groene, jij bent directeur van het CEP. Het cultuuronderwijs, daar wil je het graag over hebben. Ja, ja, iedereen kent natuurlijk CEP van de CEP-pas. Maar zeker. Wat misschien minder mensen weten is dat wij ook een speel in het web zijn tussen culturele instellingen, scholen voor het voortgezet onderwijs en leerlingen en heel veel docenten. Ja, die ja en heel veel docenten, want jullie vertegenwoordigen zo'n 40.000 docenten, toch? Ja, bijna 40.000 docenten hebben een CEP-docentenpas. En met die docentenpas kunnen docenten eigenlijk hun lessen voorbereiden voor de leerlingen. Dus dan zeggen we, ga iets ondernemen, ga naar een museum, ga naar een theater, bezoek een voorstelling. Ja. Dat kunnen ze dan met CEP-korting doen. En daarmee kunnen ze natuurlijk hun lessen voorbereiden waarmee ze leerlingen vervolgens weer naar kunst en cultuur kunnen trekken. Maar hoe doe je dat als er op dit moment helemaal niets te is 1 juni vandaag, terrassen gaan weer open. Theaters die mogen nog niet open, alleen de musea mogen wel open. Hoe heb je dat gedaan de afgelopen 2 maanden? Nou, niet. En dat is dus waar ik het vandaag wil over hebben, want dat is een ontzettend groot probleem. Even nog iets zeggen hoe CEP en de cultuurkaartsystematiek, want daar praten we over. Iedere school reserveert jaarlijks geld voor cultuuronderwijs en dat zetten ze bij CEP op de bank, als het ware. Dus voor ieder kind hebben wij voor iedere leerling binnen het voortgezet onderwijs hebben we 15 euro, minimaal 15 euro per jaar, per leerling. Gereserveerd. Ja. En dat geld staat nu ook op de bankrekening van CEP en het gaat er niet uit. Nee. En hoe komt dat nu? Scholen ondernemen culturele activiteiten. Dat doen ze in het kader van cultuuronderwijs. Er zijn ook allerlei wettelijke vereisten voor. En heel veel van die activiteiten zijn groepsactiviteiten. Mm-hmm. Nou, dan voel je hem al aankomen. Ja. Op dit moment is het voor scholen niet mogelijk om groepsactiviteiten te organiseren. Dus die culturele activiteiten die toch een zeer belangrijk onderdeel zijn van dat cultuuronderwijs, gaan niet door. Nee. En in eerste instantie dacht ik, en ik denk bijna iedereen wel van, nou weet je, de scholen gaan wel opstarten. Nou, gaat morgen ook de scholen, of in ieder geval volgende week gaan de scholen voor het voortgezet onderwijs weer van start. 1 dag per week, hè? 1 dag per week. Ja. En je ziet dat heel veel leerlingen, sommige leerlingen mogen inschrijven en dan kiezen ze voor het vak waar ze misschien wat zwakker voor staan. Je ziet een enorme nadruk weer terug op de cognitieve vakken. Mm-hmm. Dus hoe gaan wij als culturele sector, hoe gaan we met z'n allen ervoor zorgen dat we toch cultuuronderwijs gaan geven? En het is bij mij ook ingedaald. Hoe gaan we dat doen? Nou ja, het is bij mij ook ingedaald dat dat nog niet voorbij is na de zomervakantie. Ik vermoed dat we na de zomervakantie eenzelfde situatie krijgen als voor de zomervakantie. Mm-hmm. En dan, en dat betekent dus dat de culturele sector een ander soort dienst moet aanbieden aan het onderwijs. Dus die groepsactiviteiten die we gewend zijn om met scholen te organiseren, die zullen veel meer moeten aansluiten op de praktijk van de scholen. Ja. Dus gaan we kijken naar digitaal onderwijs. Wat kunnen wij digitaal doen? Hè? Kunnen wij een museumbezoek digitaal gaan doen? Dat is een mogelijkheid. Kunnen we voorstellingen doen voor 15 leerlingen? Want 15 leerlingen is zo'n beetje het maximum wat in een klaslokaal kan. Maar dat is toch niet hetzelfde? Je kan toch niet een voorstelling doen voor 15 mensen die afzonderlijk van elkaar thuis op de bank We zijn wel zitten. Gewend om met een groep van 30 te doen. Hè? Dus, ja. dus heel veel culturele activiteiten zijn wel toegespitst op een klas of op meerdere klassen tegelijk. Ja. Dus ik denk dat we best, en dat moeten we samen met die 40.000 docenten ook samen bedenken. Van, hé jongens, wat kan er bij jullie op school wel? Mm-hmm. Vergeet niet dat alle scholen ook nog eens aparte, ze hebben allemaal hetzelfde protocol, maar die protocollen worden natuurlijk anders uitgewerkt. Ja. Wat kan er wel en hoe kunnen wij jullie helpen om dat cultuuronderwijs toch volgend jaar weer vorm te geven met elkaar? Ja. Want ik ben een beetje mijn ongerustheid of mijn... Ja, hoe wil ik zeggen, ik kan het niet... Want ik heb er zenuwachtig. Nou ja, ik heb er natuurlijk alle vertrouwen in dat we met z'n allen een heel eind gaan komen. Maar waar ik ben wel een beetje ongerust dat die scholen toch een aantal van die sociale en persoonsvorming vakken, zoals CKV ook is, dat ze daar gewoon minder aandacht voor hebben. Mm-hmm. En de wet schrijft het wel voor. Ja. Dus hoe kun je dat
duidelijk maken aan... Moet dat via de school gebeuren? Of kan het ook op een andere manier? Dat je kinderen duidelijk maakt dat cultuur leuk is, interessant is, heel mooi is? Ja, dat sowieso. Maar het punt is gewoon... Het is niet zozeer dat... Die verantwoordelijkheid hoeft niet alleen bij een school te liggen natuurlijk. Nee, dat hoeft niet. Maar het is wel een wettelijke vereiste. Het staat gewoon in het examenprogramma van school. Dus de scholen maar moeten lees, daar... Of bedoelde mee te zeggen... misschien zijn er andere manieren om dat duidelijk te maken aan jongeren. Ja, wat we zouden kunnen bedenken is dat jongeren... als ze maar één dag per week naar school gaan... dat ze een andere dag zelfstandig op pad gaan. Ja. Zo is ooit ook CKV-onderwijs ook bedoeld... dat jongeren zelfstandig op pad gaan. Ja. Maar dat betekent dus bij de culturele instellingen die jongeren ontvangen... dat ze dus ingericht moeten worden op zelfstandig bezoek. En dat is in de theaters... maar goed, met 15 of 30 mensen in de theaters is het natuurlijk ook ingewikkeld... Ik denk dat we een combinatie van echte activiteiten met digitale activiteiten moeten... We zullen toch echt op die beroepspraktijk van de school moeten aansluiten. Mm-hmm. En ik hoop dat heel veel leidinggevenden binnen de school, veel directies van de school... ook het belang van cultuuronderwijs ook blijven inzien, ook onder moeilijke omstandigheden. Ja. Als we die kinderen alleen maar voeden met wiskunde en met taal... dan denk ik dat deze generatie meer verliest dan alleen het schoolexamen wat we nu hebben verloren. We hadden het net over een nationaal... Ik heb opgeschreven, want anders vergeet ik een nationaal cultuurakkoord. Een nationaal cultuurakkoord? Moet het daarin versleuteld worden? Ik vind dat het cultuuronderwijs een onderdeel van moet zijn. En we moeten, en ik praat nu over het voortgezet onderwijs, maar bij primair onderwijs speelt ook precies hetzelfde probleem. En ik denk dat we samen, ook met het ministerie van OCW, echt moeten gaan bedenken van hoe kunnen we dat doen. Ja. En we waren natuurlijk heel erg ingesteld op de echte ervaring. Je ondergaat het theater, je ondergaat... Nou, kunnen we daar een digitale ervaring tegenover staan die hetzelfde bereikt? Ja. En wij zullen als culturele sector daar dan ook gewoon... We moeten ook niet alles gratis weggeven natuurlijk. Hè? Scholen hebben het geld staat op de bankrekening. Er is dus geen financieel probleem, het is een organisatorisch probleem. En dat moeten we echt met elkaar zien op te lossen. En daar hebben we die 40.000 docenten, die zo'n CEP-docentenpas hebben, die hebben daar keihard voor nodig. Docenten hebben ongelooflijke opdracht meegekregen. Onderwijs 100 stappen tegelijk genomen die we nooit hadden kunnen nemen. En ik denk dat we diezelfde energie nu ook nodig hebben om het cultuuronderwijs, wat de afgelopen maanden echt stil heeft gestaan, om dat opnieuw vorm te geven. Duidelijk. En die opdracht ligt bij onszelf, bij de culturele sector. Wij zullen zelf samen met het onderwijs dat vorm moeten gaan geven. Walter Groene, directeur CJP, hij gaat ook tekenen. Ik ga tekenen. Ga je voor 40.000 man tekenen, of niet? Ik wil eigenlijk het onderwijs vertegenwoordigen. Ik ben niet het onderwijs, ik ben CJP. Ja. Maar ik voel me er zeer bij betrokken. En ik weet dat al die docenten die een CJP-docentenpas hebben... hier echt ook over nadenken en daar ook misschien mee in de maag zitten. Ja. En ik denk ook bereidwillig zijn om samen met de culturele sector op zoek te gaan... hoe we dat cultuuronderwijs ook in die... abnormale samenleving van 1,5 meter vorm kunnen geven. Heel goed. Dankjewel, Walter. Graag gedaan. Ga je gang. Nieuw oud. Ja. 40.000 namen verwachten wij. Nou, dan zal ik eens hier vooral. Nee. Ja, daar. Zo is het. Dankjewel. Ik mag je geen hand geven, maar dankjewel. Heel goed. Namaste. Hoe laat is het? Het is 9:45, joh. Gaat snel.